dan nu het spannendste deel. Nog 5 duo's over, die allemaal graag door willen naar volgende week. Op het podium staan 3 kokers, 3 blauwe kokers. Dat wil zeggen dat de creaties die hieronder zitten van de team zijn die door zijn naar volgende week. Dit zijn de teams die de kleding voor de kinderen perfect hebben gemaakt, maar ook het jurkje voor Sharon. Degene die wij volgende week heel graag terugzien, zijn... Peter en Aliet, Aniek en Marloes en Tom en Dominique. Gefeliciteerd. Jullie kunnen ontzettend mooi en zuiver werken. Jullie kinderkleding, nou, het zag er echt onwijs mooi uit. En dan deze jurk, de halslijn mooi afgewerkt. De rok, de plooien er mooi in verwerkt. Chapeau. En dan Aniek en Marloes. Kinderkleding, dat uiltje, oh, dat was wel zo fantastisch gemaakt. Die detailtjes, dat is echt ongelooflijk knap. Mike? Dit is een beetje Jean-Paul Gaultier-achtig, maar ik vind het een Jean-Paul Gaultier-kopie. Dit verrast me niet. Dus graag een volgende keer een wat grotere verrassing. Ja, Tom en Dominique, het rokje, ja, echt fantastisch. Jullie hebben heel mooi gewerkt. Het topje, ja, dat is het jurkje. Een kraaltje eromheen en dan is het klaar. Dat is wel even simpel. Ik had wat meer van verwacht. Volgende keer toch wel even een stapje hoger. Maar ja, hoe dan ook, jullie zijn gewoon door naar volgende week. We zien jullie heel graag terug. Gefeliciteerd. En dan nu echt het spannendste onderdeel. We zien een zwarte koker en we zien een blauwe koker. Onder de zwarte koker zit het team van wie we vandaag afscheid nemen. Wie van jullie kruipt er door het oog van de naald? En voor wie van jullie stopt het naaiavontuur per direct? Marianne en Louise gingen zelfs met 30 minuten minder voor het hoogst haalbare. Anja en Rianka moesten iets rechtzetten na de misser tijdens de eerste opdracht. We? We mogen door? Huh? Hoe is dat mogelijk? Hoe vallen we dan? Oh, sorry. Nee, ik had het wel verwacht. Oh. Ja. Marianne en Louise, jullie zijn door. Echt door het oog van de naald. Nelleke. Marianne en Louise, jullie rok hebben jullie echt heel mooi gemaakt. De echte couturetechniekjes hebben jullie daarin laten zien. Het is alleen niet helemaal af. Ja, tuurlijk zitten er wel haken en ogen aan, maar de kinderkleding die jullie hebben gemaakt, dat zag er wel heel vrij uit en ook wel heel mooi gemaakt. Jullie zijn door naar volgende week. Gefeliciteerd. Ja, ja. Ja, jullie hadden niet gedacht, hè? Ik had zoiets, hoe is het mogelijk? Maar daar hebben wij geen schuldgevoel meer, hè? Nee. Oh, dat kunnen we jullie hopelijk. Nou, dan slaap ik vandaag goed. Anja, Rianka, Nelleke, niet door naar volgende week. Jammer. Kinderkleding, ja, dat was niet wat we hadden verwacht van jullie. Dat weten jullie, daar hebben we het gisteren natuurlijk uitgebreid over gehad. En deze jurk, ja, als ik kijk hoe jullie dat hebben afgewerkt en hoe jullie met de materiaalkeuze zijn omgegaan, vind ik toch wel erg jammer. Mike? Strijd zat er wel, weet je. Jullie waren echt, ja, weer wat nieuws en weer een knoopje en weer een gekke vorm en zo. Alleen daar ging het af en toe ook een beetje mis qua stofkeuzes. En dat vond ik zo jammer. Anja, Rianka, bedankt. We gaan jullie een dikke knuffel geven. Want we hebben wel een hele leuke tijd met jullie gehad. Ja. En blijf gewoon lekker doorgaan, hè? Ik ga missen. Nou, iets gezellig zo samen, dat is toch gewoon leuk. Ja, het is toch een hele uitdaging geweest, denk ik. Je hebt het echt goed gedaan. Even en vooral als we doorgaan. Toe. Ik denk dat we heel veel mooie dingen gemaakt hebben, zeker. Ik denk dat we die gymsuite zat mooi in elkaar. We hebben een mooie jurk gemaakt. De blouse van Ruud was mooi, ja, de verkeerde sluiting. Maar goed, ja, dat was een foutje. Ik had natuurlijk graag door willen gaan. Ja, daar ben ik heel eerlijk in. Wij blijven nog heel lang naai vriendinnen. Naai maten. Ja.